wij leveren natuurlijk fantastische zorg. Ik werk hier nu 1,5 jaar, maar de kwaliteit van zorg, wat we hier kunnen, technisch en inhoudelijk, dat is hartstikke mooi. Dus wat dat betreft denk ik dat we een fantastisch ziekenhuis hebben. En nu is natuurlijk de vraag, hoe kunnen we onze patiënt daar zo goed en mooi mogelijk van laten profiteren? Kortom, dat een patiënt zo min mogelijk last heeft van zijn behandeling. En dat betekent alles dicht bij elkaar, dezelfde processen, duidelijkheid voor de patiënt. Zodat hij zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen. 3.0 gaat dus over een manier van werken en niet over oppervlaktes. Ja, als patiënt ben ik tevreden over het UMC. Maar er kan nog heel veel veranderen, heel veel verbeterd worden. En naarmate je dan langer als patiënt hier loopt, dan ga je kijken naar zaken die eigenlijk heel erg ouderwets zijn. Die al lang hadden kunnen veranderd kunnen worden. Maar dat proces loopt. En het is bijzonder, want dat vind ik dat je als patiënt heel centraal wordt gesteld. En dat is wat je wil. Je wil veiligheid, je wil gastvrijheid, je wil vriendelijkheid. Betekent ook dat de afspraken anders zullen verlopen en dat mensen meer aanspraak hebben van gastvrouwen ofwel vrijwilligers. Als het wat lang duurt, dan heb je koffie of thee krijg je aangeboden. Dat is natuurlijk ook heel prettig om te zitten. En de wachtruimtes hebben natuurlijk ook een update gekregen. Dus als je daar zit, neem je je boek mee of een tijdschrift. En dan zit je daar prettiger dan voorheen op die lange banken en zo. Dus vol verwachting kijk ik naar de toekomst. Omdat ik denk dat daar nog hele mooie dingen uitkomen waar nu nog aan gewerkt wordt. Maar zeker in een verbetering van de patiënt, want daar gaat het om. Met Poli 3.0 ondersteunen we de polyklinische zorg van morgen. We streven ernaar om een goed lopend, eenduidig polyproces te organiseren waarin de behoeften en de wensen van de patiënt centraal staan. Dat doen we door niet in te spelen op of onze nieuwe polyklinieken te maken gebaseerd op onze huidige werkwijze en ruimtes, maar vooral ook op de innovaties van morgen. Onze huidige polyklinieken bestaan uit hele oude onderzoeksspreekruimtes met onvoldoende ICT-mogelijkheden, af en toe dichte loketten en lange wachtrijen. Daarom gaan we de komende jaren gezamenlijk een nieuwe polykliniek met elkaar neerzetten.